ben al mijn zevende begonnen met voetballen. Toen heeft mijn broer me getraind. En ik ben begonnen in Utrecht met voetballen. En daar heeft me een scout me ontdekt. En die heeft me naar PSV gebracht. Ja, dat is wel heel, heel mooi. En eigenlijk best wel apart eigenlijk. Maar die dingen moest ik allemaal van de mensen zeggen. Wat zijn ze goed zeg? Je denkt dat je daar zelf staat, maar je bent toch nog niet. Hoe is het, jongen? Ik deed niks anders dan voetballen als ik op school was in de pauzes. Als ik thuis kwam, ja, ik deed niks anders. Nou, we staan hier eigenlijk voor de deur van het huis waar wij vroeger gewoond hebben. En nou, hier tegenover zie je het grasveldje en het voetbalveldje waar wij waar we ooit verschrikkelijk veel minuten hebben doorgemaakt. En waar we heel veel op hebben gevoetbald. Als wij dan uit school waren, dan smeten we eigenlijk hier van dit trapje vandaan smeten we onze tas naar boven. We zeiden moeders gedag en we pakten de bal en dan gingen we meteen voetballen. Ja, ik mocht ook heel vaak niet meedoen omdat ik heel erg klein was en veel te jong. Dus ze waren bang dat ze me zouden blesseren of zo. Ibrahim en ik schelen alleen 5 jaar. Je kunt je voorstellen, ik had mijn eigen vrienden. Ibrahim wilde desalniettemin altijd meedoen. Ja, dan werd ik boos en dan, of ik mocht meedoen of het werd helemaal niet gevoetbald. Hij wilde kost voor kost mee en als ik dan nee zei, dan ging hij met de bal in de hand. Dan ging hij achter de deur zitten. Net zo lang wachten tot mijn vader thuis kwam van het werk en dan deed hij daar zijn beklag. En ja goed, dan moest ik er uiteindelijk toch aan geloven en dan nam ik hem mee. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said. Hoe zag jullie gezin eruit? Nou, vader, moeder, ik zei de gek, Ibrahim, Samir en mijn 2 zussen. Dus wij waren met 5 kinderen thuis. Ik ben op hele jonge leeftijd mijn vader verloren. En mijn moeder heeft voor ons gezorgd en heeft ons grootgebracht in haar eentje. Waar ik heel veel respect voor heb. En, dat was op zich wel een moeilijke tijd, maar wel een hele mooie tijd. Wij hadden het vroeger nooit breed thuis. En, het was eigenlijk al lastig überhaupt om lid te worden van een club. En waar we uiteindelijk destijds gebruik van hebben gemaakt was van een speciale actie van een club die, voor zover ik weet, zelfs niet eens meer bestaat, VSK. Die maakte gebruik van een aanbieding, daar kon je dus lid worden. En dan kreeg je gratis een paar voetbalschoenen en je hoefde geen contributie te betalen. Laten we maar niet over hebben wat voor voetbalschoenen dat waren. Maar ja, ik kon voetballen en dat was voor mij het allerbelangrijkste. Ja, dus dat was Kasi voor ons. En toen hebben we uiteindelijk besloten om hem in te schrijven. Toen ben ik met hem meegegaan en daar heeft hij eigenlijk zijn eerste seizoen gespeeld in clubverband. Daarna ging ik naar Enekwijk die mij benaderd hadden. En zo is het een beetje gaan lopen, want Enekwijk had ook een samenwerkingsverband met PSV in die tijd. Dit is bij Enekwijk, ja. Dan heb ik hier nog een andere foto met het Nederlands elftal, onder de 15. Dan kon je zien hoe groot dat hij was, het scheelde nog wel een halve meter. Hij was heel snel, heel bewegelijk en hij had al dingetjes dat je zegt van nou, die niet, geen voorspelbare dingen zijn, maar weet je, ook soms hele verrassende dingen had hij. En nou, hij was wel heel enthousiast ook en dat was wel heel belangrijk, dat hij straalde echt voetbal uit. Hè. En dat is dat was het mooiste wat ik zag van hem natuurlijk. De eerste 2 jaar haalde ik hem om 3:30, 4:15 was hij vrij.
Dan haalde ik hem op en dan reed we naar, naar PSV. En dan trainde hij om 6:30 tot 6:30 en dan ging ik naar huis. Was hij om 7:30 was hij thuis. Ik heb het altijd heel moeilijk gehad, omdat ik ten eerste was ik niet fysiek de sterkste en ik begon heel laat pas te groeien. En ze twijfelden soms wel eens of ik het wel zou halen. En, ik zag ook heel vaak andere jongens die fysiek wat groter waren, veel sterker waren. Die mochten dan ook misschien soms eerder met een ouder elftal meedoen dan mij. En, maar ja, ik lag daar niet zo wakker van. Ik ging mijn eigen weg en bleef keihard werken elke dag. En Wessel zei ook, gewoon kop omhoog, je hebt genoeg kwaliteiten, dus dat komt wel goed. En ja, zo zie je. Lee beweegt achterlangs. Jonkjo Lee, Vennegoor of Hesling bij de eerste paal. Daar is Babos, Afellay 1-0. Ibrahim Afellay scoort zijn eerste goal voor PSV. Afellay, prachtig, prachtig, prachtig. Ja, ik denk dat het sowieso, als je kijkt vanuit de jeugd, als je dan als jonge jongen, weet ik veel hoeveel jaar, van Utrecht naar Eindhoven op en neer gaat rijden en eigenlijk alleen voetbal en studeren, hetgeen is waar je tijd voor hebt. Dat is gewoon een hele lange en een hele zware weg, waar heel veel jongens uiteindelijk toch net niet doorbreken, terwijl ze misschien voetballend gezien heel veel kwaliteiten hebben. Maar het vergt en het vraagt heel veel van je, van jezelf en de mensen om je heen. En ik ben blij voor hem dat hij het heeft vol kunnen houden en dat we kunnen genieten van de voetballer die nu is. Het is een ontzettend lange weg geweest, waarbij we altijd voor ogen hebben gehouden dat het om zijn ontwikkeling ging. Hè? En we hebben altijd in ontwikkeling gedacht, nog veel meer dan in geld en in clubs en in alles wat daar nog meer mee te maken heeft. Het ging er ons om dat Ibrahim uiteindelijk ook de voetballer zou worden die in potentie ook kon worden. En dat is een proces. En dat proces dat is nu nog steeds niet ten einde. Kijk, hij is nu bij Barcelona speelt hij en dat is natuurlijk geweldig. En daar zijn we als familie ja, meer dan trots op. Maar goed, nu is hij er en de blijven is vers 2. En dat is vaak nog veel moeilijker. Afellay buitenom. Afellay, daar is Messi. Ibrahim Afellay bewijst zijn waarde vanaf die rechterkant. En Messi met de treffer. Waarom heb jij het gered? Ik denk met name door doorzettingsvermogen. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je met tegenslagen om kan gaan. En met name ook tegen kritieken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je de mensen om je heen creëert. Die niet alleen maar naar je mond praten. Dus gewoon zeggen van als iets niet goed is, dat het gewoon niet goed is. En, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat dat betreft ben je bevoorrecht mensen, want je hebt ze, hè? Die mensen om je heen. Ja, ik heb weinig mensen om me heen, maar ik heb wel hele goede...